allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 30 juli 2024 en het is nu 7 over 12 in de middag. Ja. Zoals jullie zien zit ik in de auto. Ik ben onderweg. Weg. Maar naar wie? Dat zien jullie zo meteen allemaal wel. Maar ik heb er wel zin in. Ja, zeker. En hun hebben er ook zin in. Laat ik dat even voorop stellen. Daar is ik al. Ik heb er zin in. En ik hoop jullie ook. Dus ik zou zeggen, blijf vooral kijken. En want het wordt gewoon weer een leuke vlog. Zeker. Dat hoop ik dan tenminste. Maar hey, dat maakt even allemaal niet uit. Komt vanzelf wel goed. Dus tot later. Zo, ik ben er. En ik weet dat ze er ook is. Want de andere auto staat er ook, dus dan is zij er ook zeker. Maar ik wil haar wat laten zien. Ja. Hallo! Hallo! Dat is lang geleden. Ja, maar heb je heel even voor mij? Even. Wat is even? Want ik wil je wel even wat laten zien. Oké, laat even zien. Mag je kijken? Ik heb in de film gezet, wil je niet meer maken. Dat was inderdaad eventjes bij Linda, zoals jullie hebben kunnen zien. Zo, ik ben nu met mama en Marianne. Ja, gezellig. We gaan dus nu even over de hut. Het is markt, maar er staat hier normaal altijd hier ook wat, maar nu dus niet. En we gaan nu dus even over het plein heen lopen, ook goed. Daar en bij de water. Ja, leuk. We zitten weer bij onze enige echte Bonivis-wereld. Bij onze liefdallige Boon. Ja. Het is hier behoorlijk veranderd. Maar we hebben hier lekker kibbeling. Met een beetje sla, ravigottensaus, patatekas. En met wie zit ik hier dan? Samen met mama. Met Karin. Hola. En met Marianne. Gezellig. Eet smakelijk. Ja, smakelijk. Eten, bon appétit. Lekker. Ja. Nou, dit is de kroonpassage, jongens. Ja, de kroonpassage is en is de kroonpassage niet meer. Want heel vroeger, heel vroeger dat ik hier kwam wonen, toen was deze winkel, dit was toen nog de Free Wacket Shop dat ik hier kwam. En toen was het dus van Sigrid, toch? Sievert, ja, ik vind het prima, ik vind het best. Een leuk een restaurantje. Nou, en hier zit dus nog de Appie Heijn. De Hema, Appie Heijn. Ja, de Hema is dicht. Joehoe, aan die kant, ja. Aan die kant zeg ik, toch, aan die kant. Nou, dan heb je hier dus nu allemaal kunst, schilderijen. Ik vind het helemaal best. Nou, en dan waren hier allemaal winkels. Ja, dat is er dus nou niet meer. Nou, van haar is dus ook al weg. Het is echt. Het is gewoon een winkelcentrum wil ik al niet eens meer zeggen. Maar het is gewoon spooky. Het is gewoon dood. En daar heb je dus nog Douglas zitten. Ja, Douglas is er nog. En de KPN hebben we ook nog. De KPN hebben we dus ook nog daar. Nou, joehoe. Hoeveel winkels zitten hier nog? 3, 4? 3. KPN nog. Ja, en daar, dat weet ik ook niet. Maar hier hadden we dus ook nog de Miss Eetam en uw favoriete winkeltje. Die sieradenwinkeltje. Nee, die is al jaren. Ja, dat weet ik wel. Maar die heb ik dus nog wel. Maar hoe heet die? Dat is... Weet ik niet meer. Oké. Okay. Maar als ik die in de mal zie, dan zou ik het zeggen van, hé, dit is mama haar... bekende winkeltje. Het begint met een B. Ja. B nog wat, iets. Nou, en dat zeg ik hier nog alleen de KPN. Ja, en daar wou je toch nog langs? Lucardi? Lucardi, die weet ik nog. Ja, maar daar wou je toch nog langs? Ja, maar... Oké. Okay. Ja, het is nu... kwart over 4. Daarom ook dat ik het zeg. Vis al. Dat was dus even gezellig met mama en met Marianne even over de Juttersmarkt. En even bij Boon geweest. Nou is mama even de andere kant op naar huis.
Oma moet ook nodig naar de wc. En ik moet ook, ja. En daarna gaan we nog eventjes naar de Action. Mama moet wat hebben voor de wc. En ik moet nog even naar de Gamma. Ja. Even spuitjes halen. Ja. Dus gaat goed komen. Echt wel. Tot dus. Ik ga nu lopen naar mama naar huis.
Hi schat. Hi schat. Ik ga er weer even van tussen. Ga je er even tussen? Ja, met mijn bolide. Ja. Doe rustig aan. Ja, jij ook schat. Ik wel, uiteraard. En kijkers en van mama, doe lief. Dankjewel. Hoi. Helemaal goed. Ja, doen we wel. Dus dat. Ja, dat dus. Ja. Nou. Dat dus. Nou, mam, ik ga er van tussen. Ja. Doei. Wel thuis. Ja, komt goed. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot